theater gaan we weer in. Doen we elke ochtend zo rond de klok van 9:15. Vandaag doen we dat met Suzanne Boers van Kunstlinie. Dat prachtige theater aan het water en dat rijmt in Almere. Suzanne, goedemorgen. Hey, goedemorgen. 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 Wat hebben jullie deze week op de planken staan? Ja, we hebben een prachtig programma. We trappen donderdag af met Huub Stapel. Die speelt zijn voorstelling Het Huwelijk. Ja. Hij heeft natuurlijk een aantal succesvolle voorstellingen gehad. Met Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus. Ja, hij is nog bij ons geweest om erover te vertellen. Ontzettend aardige man. En ja, een enorm populair en succesvol in het theater ook deze manier. Ja, klopt. Ja. Ja, en maar hij had privé wel even een kindje op de kabel, hè, zijn huwelijk. En daar gaat hij zijn show ook over vertellen. Dus wat er eigenlijk allemaal komt kijken bij het huwelijk. En eigenlijk ook wat er allemaal mis kan gaan. En dat doet hij natuurlijk met heel veel humor. Dus het is eigenlijk een show voor iedereen die getrouwd is geweest. Er ooit over denkt om over te gaan trouwen. Of er juist helemaal niet aan moet denken. Kortom. Maar het is vooral een show voor iedereen. Om het te huwelijk. Lachen. Ja, voor iedereen. Het huwelijk. Oké. Okay. En vrijdag een voorstelling die wij ook hier in de studio hebben gehad over James Bond in concert. Ja, er komen eigenlijk alle grote 25 wereldberoemde titelsongs komen voorbij door het 42-koppige Noordpoolorkest. En ze nemen twee fantastische solisten mee. Dat is Elske de Wal en Jim van der Zee. En die laatste die kennen we van onder andere The Voice of Holland. Ja, en die heeft hier ook al een voorproefje gegeven met twee fantastische nummers. En dat zong die subliem. Hebben jullie toevallig de nieuwe James Bond ook al gezien? Ik nog niet. Ik heb er geen tijd voor gehad. Ik heb hem gezien wel, nu, in Canada. Meningen zijn verdeeld erover. Ja, ik vond het wel aardig, maar het was niet de beste Bond. Maar goed, het liedje zit er wel in, volgens mij, hè? Die van Billie Eilish. Ja, vond je de titelsong, is dat een van je favorieten? Nee, helemaal niet. Geen een andere niet. Nee. Wat is jouw favoriet? Ja, Shirley Bassey, hè? Dat grote uitgebreid. Dat hoort Goldfinger, weet je, dat hoort echt bij. En Live and Let Die vind ik ook nog wel heel goed, weet je. Dat is allemaal een lekkere. Iets moderne, View to a Kill van Duran Duran. Ja, vind ik ook nog ook leuk. Wel leuk. Ja, zeker, ja. En ik vond ook Adele natuurlijk wel heel mooi. Ja. Ja. Met Skyfall. Ja, Skyfall, ja. Dat is echt dat James Bond sfeertje. Die van Sam Smith vond ik dan weer iets minder. Vond ik ook. Die deed hij trouwens hier, Jim. En dat deed hij hartstikke wel goed. Weer mooi. Ja. Ja. Maar goed, vrijdag 12 november. Die komen allemaal voorbij in de kunstlinie. Oké. Okay, ja, heerlijk genieten van zo'n groot lijforkest op onze planken. Prachtig. Ja. En zaterdag, is eigenlijk het theater het domein van de kinderen. Want als ik tegen jullie zeg, het heeft oranje ogen en een paarse tong en stekels van zijn rug, van zijn kop tot zijn staart, waar denken jullie dan aan? Meneer Monster. Nee, de Gruffalo. Oh, de Gruffalo. De Gruffalo. Oh. Ja. Arnie M. G. Schmid. Ja. Nee, meneer Monster die brengt de Gruffalo. Het is niet van Arnie M. G. Schmid, maar had het zo kunnen zijn. Ja. Het is een wereldberoemd boek over een klein muisje wat door het bos heen loopt. En dan eigenlijk opgegeten dreigt te worden door de vos en door een uil. Maar hij zegt van nee, mijn grote vriend is de Gruffalo. Pas op, die komt je opeten. En uiteindelijk komt de Gruffalo ook naar het bos zelf toe. Ja. En meneer Monster heeft daar een geweldige slapstick-achtige voorstelling van gemaakt. Oh, leuk. En dat is echt een belevenis voor de allerkleinste. Echt zo'n show waarin kinderen massaal gaan roepen. Pas op, achter je. Daar staat de Gruffalo. Ja, en dit in kunstlinie wordt de wintervariant gespeeld. Omdat het bos is in winterse taferelen. Dus de slang is uit zijn winterslaap gekomen. Dus doe je wand aan, je muts op. En wie weet gaan we zelfs nog wel sneeuwballen gooien. Gaan we doen. En aan het eind van de middag hebben we onze vrienden van Bonte Hond. Die spelen de geheime club. Dat is voor wat oudere kinderen, 6+. Wat ze precies gaan doen is geheim. Maar dat is ook erg slapstick-achtig. Dus ook genieten voor de kleinste. Je hebt al heel veel staan op zaterdag de 13e. Want we hebben ook zometeen vanmiddag gaan we het over die voorstellingen van Untold, Black Harmony. Die hebben wij. Tenminste, dit is een andere voorstelling. Maar we gaan het wel over een voorstelling Untold. Hebben van Untold. Ja. Ja, en zaterdagavond hebben we het African Diaspora Performing Arts Festival. Ja.
Die zijn ook bij jullie collega Odeke in de uitzending geweest. En dat is een bijzonder concert inderdaad van Black Harmony. Dat is een close harmony groep die ook met heel veel met de Afrikaanse percussie doet. Dus dat wordt een prachtig concert waarin ze ons eigenlijk op een muzikale reis meenemen van Afrika naar Suriname. Ja. En vooral veel muziek en verhalen in het Surinaams brengen. Want dat Ampuku, wat jullie op 25 november hebben staan, dat is ook in het kader van Untold en Black Harmony. Dat hebben wij vanmiddag om 1 uur. En die hebben jullie dan weer op 25 november staan. Maar dat is later komt het nog wel een keer voorbij. Ja, we werken veel samen met Untold. En zondag 3:30 valt er wat knabbelen bij jullie. Lekker. Jazeker. Ja, voor alle smulpapen. Hè. December is natuurlijk de maand om weer je bakkunst te laten zien aan vrienden en familie. Wie alvast eigenlijk de geheime knipjes van de meester bakker wil weten, kan zondagmiddag terecht, want dan hebben we Robert van Beckhoven staan. Ja. Dus van heel Holland bakt. En ik wil eigenlijk de mensen adviseren om thuis niet te veel te eten. Want het is juist de bedoeling dat je gaat proeven. Nou, we hebben hier toen ook gehad over deze voorstelling. Het had die heerlijke noten, weet je dat nog? Dat 2 jaar geleden volgens mij, toch? Ja, het is alweer een tijdje geleden, ja. Nou, de nootjes staan er nog. Ja. Hij had toen allerlei lekkere dingen gemaakt. Oh, ja, maar wel fantastisch. Heerlijk. Ja, het was echt lekker. Ja, het is echt een smaaksensatie die je dan krijgt. Absoluut. Ja, klopt. Ja. Dus het wordt echt een food experience in het theater. Dus hij gaat je vertellen alles over zijn werk en zijn leven. Maar het gaat met name om te ruiken en te proeven. Ja, en waar kan dat beter dan in het theater? Nou, goed zo. Het hele programma is nog eens een keertje na te lezen op kunstlinie.nl. En ook voor de tickets natuurlijk. Suzanne Boers, dankjewel. Tot volgende week.